Vandaag zalm teriyaki op een cederhouten plankje met rauwe groentjes en pandanrijstpuree. Yes! En doe ik allemaal op de gasbarbecue, Crossray. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Supermooi gerechtje dit. Dit zit al ruim 10 jaar in mijn repertoire. En op een of andere manier kan ik het er maar niet uitkrijgen. Er wordt eigenlijk nog steeds om gevraagd. Dus ja, waarom zou ik ook? Want het is gewoon een heel erg lekker gerechtje. Echt bijzonder lekker, mag ik wel zeggen. En ik denk ook dat jouw gasten dat ook zullen vinden. En cederhout, hè, is altijd leuk om daarmee te werken. Dit geeft een heerlijk aroma. Kijk, cederhouten plankjes. Je kent ze. Die komen van zo'n plankjes af en die hebben we gewoon eventjes in de lengte gezaagd en daarna, nou ja, stukjes van gemaakt, zodat ze dus ook niet krom trekken. Als je ze gewoon zo zou zagen, dan trekken ze heel snel krom. En deze plankjes kun je er een aantal keren mee doen. En zijn ze op, althans kun je ze niet meer fatsoenlijk presenteren, dan kun je ze altijd nog als rookhout gebruiken en gewoon over de kooltjes strijken als je ze een keer iets op een houtkoolbarbecue doet. Zo simpel is het. Want deze willen we natuurlijk langzaam een klein beetje laten smeulen, want die aroma's, die rook van dat cederhout is heel mooi zoet, dat is echt fantastisch. En ik heb deze in porties gezaagd van tevoren, zodat ze mee op het bord gepresenteerd kunnen worden. Heel vaak zie je dat die plankjes voorgeweekt worden. Dat deed ik vroeger ook, omdat het op de verpakking stond, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ik doe ze gewoon droog zo op de barbecue, vooral als ik een gasbarbecue gebruik, want anders dan gaat die eerst langzaam moet die verdampen en dan dan pas gaat hij een beetje roken en zo gaat hij veel eerder rook geven. Ik ga er twee maken. Deze heb ik gewoon bij de supermarkt gekocht. Normaal haal ik mijn spulletjes toch graag bij Meatfish. Ik was bij de Lidl volgens mij, weet ik veel. Deze stukjes die zijn mooi met huid, maar ik wil de huid eraf halen. Want dan krijg ik nog meer smaak in mijn zalmpje. Je kunt de huid erop laten zitten, dat maakt niet zoveel uit wat dat betreft. Want je krijgt natuurlijk de rookaroma's van het cederhout. Maar je wil ook de smaak van het cederhout in je visje krijgen. En omdat we de huid anders niet kunnen eten, haal ik hem eraf. En dan komt die smaak van het ceder komt in je visje. Want als jij gewoon even ongeveer 20 seconden je tong erop houdt op de cederhout, dan proef je de stoot van een beetje kruidnagelachtig, een munt zelfs, een hele heerlijke aroma's namelijk. En die willen we natuurlijk, net als op het tongetje, willen we die ook op mijn zalmpje krijgen. Dus ik haal de huid eraf, heel simpel. Dan ga ik ondertussen eventjes mijn barbecue voorverwarmen. Ik heb een hele mooie gasbarbecue, grote gasbarbecue. Dit is de Crossray. Wat deze barbecue nou zo bijzonder maakt ten opzichte van alle andere, is dat hij in plaats van gasbuisjes, heeft hij infrarode gasbranders die aan de zijkant, eigenlijk aan de voorkant en de achterkant, schuin naar boven hun hitte rammen als het ware. Dus je hebt heel veel infrarood hitte. Eigenlijk net als wat je met houtkool krijgt. Daarom wordt zo'n ding ook echt gemiddeld veel heter dan alle andere gasbarbecues. En hij gaat hem, vandaar de naam Crossray, hè, dus ze stralen hem zo eigenlijk langs elkaar op. Dus het punt hier in het midden is natuurlijk het allerheetste, zul je begrijpen. Ook daar kun je indirect en direct mee werken. Hè. Dus de voorste zet je bijvoorbeeld uit en dan zet je hem een stukje naar voren. Dus het werkt eigenlijk net andersom dan dat je zou denken. De voorste die blaast eigenlijk zijn hitte naar de achterkant van de barbecue. En de achterste brander die blaast zijn hitte naar de voorkant van de barbecue. Dus je moet precies andersom denken. Maar daar ben je zo gewend. Ja, dit ding gaat zo snel zo heet worden. Je ziet al dat hij hier, ik weet niet of je dat kan zien, maar wordt hij al aardig rood. Nou, hij staat net 20 tellen aan. Dus goede dingen. Nog een mooi feature van deze barbecue is dat het warmhoutrooster. Zeg maar het bovenste rooster waar we prachtig op kunnen koken overigens, vergroot en verkleinbaar is. Dus je hebt echt heel erg veel oppervlakte om dingetjes af te zetten. En als je dan je deksel dicht maakt, dan zul je begrijpen, dan zit dus je product dichter bij het deksel. Warme lucht komt via het deksel, bam, er bovenop. Dadelijk ook perfect,
perfect zometeen voor mijn zalmpje en alles wat je karamelliseren wil of zelfs gratineren wil. Ideaal op dit rooster. Terzijde, zalm met teriyaki saus op een cederhouten plankje. Geweldig, geweldig. Presentatie is leuk bij de mensen op het bord. Geur die komt nog een beetje in het neusje, ze zien de bereidingstechniek. Dus dat is win-win. Fantastisch als, als voorgerechtje bijvoorbeeld. Ik heb ook met Jochem Meijer heb ik ook een videootje gemaakt. Vorig jaar. Japans thema, dus ook teriyaki saus zelf gemaakt. Op een cederhouten plankje, alleen daar had ik een bento-boxje van gemaakt. Ja, en met zalm. Als je die video niet gekeken hebt, dan moet je die even terugkijken. Ik zet het linkje hierboven. Ho! Ho! Dat wou ik nog even zeggen, voor ik het vergeet. Wij zijn de 25.000 abonnees. Eigenlijk al dik en dik eroverheen. Hoe gaaf! Bijna 30.000 zelfs op het moment van opnemen. Dat zijn jullie, hè, die abonnees. Tenminste, ik hoop dat jullie geabonneerd zijn. Zo niet, op dit belletje drukken graag en de abonneerknop. En om dit nou te vieren, om iets terug te doen voor jullie, heb ik bedacht om in de komende 3 afleveringen een fantastische giveaway te doen. Wat ze daarvoor moeten doen? Daar moeten jullie voor geabonneerd zijn. En dat kost niks, hè? Gewoon knop indrukken. Deze video liken en commentaar geven, iets leuks in de beschrijving. That's it. Deze aflevering gaat om een dikke snijplank van Xapron. Ik heb die al eens eerder weggegeven. 80 bij 40 centimeter, 4 centimeter dik. Niet te tillen. Eikenhout snijplank ter waarde van €139, geloof ik. Wel bij mij opkomen halen, bij mij in de winkel, in het Barbecue Paleis. Dat is de enige voorwaarde. Maar toch leuk, hè? Doen we meteen een meet and greet, maken we ervan, zodat ik jullie kan ontmoeten. Lijkt me hartstikke leuk. Ik vertelde al, pandanrijstpuree. Ik ga rijst koken. Daarvoor heb ik nodig een klein brandertje. Mijn fokertje voor de mensen die vaak kijken. Voem. Heel klein apparaatje met gruwelijk veel ballen. En een beetje water. Ongeveer het dubbele van de hoeveelheid van mijn rijst. Even aan de kook brengen. Rijst erbij. Je zult het begrijpen. Gaat er dadelijk ook nog wat kokosmelk bij. Dat doe ik nu alvast een klein beetje in. En dadelijk op het einde, als de rijst helemaal gekookt is, meng ik daar ook nog wat extra kokosmelk doorheen. Dan teriyaki. Tuurlijk, je kunt teriyaki saus gewoon uit het flesje kopen in een supermarkt. Mag, boeit me niet. Ik ga hem zelf maken, want teriyaki saus is heel simpel om te maken en heel leuk. Daarvoor gebruik ik een kleine skillet. Een skillet is een gietijzeren koekenpan als het ware. Dikke bodem, gietijzer, blijft mooi heet. Kun je geweldig sausen inkoken. Werkt fantastisch. Normaal gesproken in Japan is teriyaki saus bestaat uit 3 ingrediënten. En daar is die zout, namelijk sojasaus, mirin en sake. En als je die dan inkookt, dan wordt het echt een zoute lak als het ware. Wij vinden in Europa eigenlijk de zoete variant veel lekkerder. Dat is nu helemaal zo gegroeid. En dat klopt, vind ik ook fantastisch. Dus wij pleuren er nog een bak bruin suiker bij in. En ik ga hem extra op smaak maken met wat gember. Krijg je mooi die zoete gember, maar geeft ook meteen een beetje dat scherpe, dat peperachtige randje erin. En over peper gesproken ook nog een rode peper. Dus dat een beetje als basis van ons sausje. Dus daar gaan we. Eerst even een pepertje en denk aan een halve of iets meer dan een halve rode peper. Zoiets gaan we erin gebruiken. Zorg dat je mooie verse gemberwortel aankomt. En dan pak ik daarvan zo. Zoiets. Een grote teen, zeg maar. Een grote teen. Doen we gewoon in schijfjes. De schil kan er gewoon aan blijven zitten. Want we vissen straks die ingrediënten er weer uit. Het is gewoon puur dat ze hun smaak kunnen afgeven aan de vloeistoffen. Dus dat hebben we liggen. Pannetje even heet maken. Doen we gewoon op de barbecue. Hete deel. Dus die gaat hierop. Vanaf nu vastpakken met een handschoen of handdoek. Niet vergeten, kok. Niet vergeten. Kijk, die pan, de rook komt er nu al af. Zo heet gaat dat. Hoe lang ben ik nou aan het praten? 5 tellen. Moet je kijken. Ik heb hier wat sesamzaad en die wil ik ook meteen eventjes roosteren. En dit gaat echt vlot hoor. Dus pas op, even erbij blijven. Zo zie je maar, je hoeft niet getrouwd te zijn met een barbecue met een... getrouwd te zijn, dan gaat er een meteen daar... Hoe moet fuck, gaat hij nou wel zeggen? Je hoeft niet getrouwd te zijn met een barbecue met zijbrander.
Snap je? Je kunt gewoon heel erg veel doen als je een grote barbecue hebt. Je kunt gewoon als gaspit gebruiken en anders zo'n klein fokertje, weet je wel. Dus mooi. Dit kookt als een dolle. Er gaat even wat zout bij. En dan gaat mijn pandanrijst erbij. Pandanstaar! Kijk. Zie nou, mooi lichtbruin geroosterd. En de helft ernaast, kok. Goed zo, jongen. Goed zo, jongen. Maar goed, die hete pan, die houden we nog even heet natuurlijk. Voor onze teriyaki saus, zoals beloofd. Daar gaat een mooie scheut olie in. Daar gaat onze gember en de rode pepertjes gaat daar meteen bij. Of die pan heet is, jazeker. En het witte deel van een lente-ui. Ook dit is natuurlijk super lekker als je het eventjes meebakt in die olie. Het gaat goed, hè, met die puree. Gewoon wachten tot alle vloeistof eigenlijk weg is. Dan doen we er een scheutje kokosmelk bij en dan is die goed, hè. Oké, hier kunnen de vloeistoffen bij. Ik heb de sojasaus. Gaat die. Daarin gaat mirin. Moet er minder of meer in? En natuurlijk sake. Hop sake. Niet te veel. In verhouding moet je eigenlijk 2 delen sojasaus en mirin doen en 1/2 deel aan sake. Ja, dit gaat als een speer. Ik ga meteen de bruine suiker erbij doen. 1 volle eetlepel. 2 volle eetlepels. Dit is echt heet, jongen, boven die barbecue. Dat gaat als een speer. En het komt ook doordat die crossray, die komt gewoon recht je muil in. Hè. Dat gaat echt keihard hier. Dit mag mooi inkoken tot een stroperig geheel. En dan ga ik me nu eventjes bemoeien met het snijden van de groentjes. Wat hebben we voor groentjes? We hebben radijsjes. Ja, en die radijsjes zijn sowieso al vreselijk lekker. En ik denk dat iedereen wel weet hoe een radijsje smaakt. Ga ik eventjes vanuit. Die ga ik flinterdun snijden. Dat doe ik op de mandoline. En het gave is, als je die dan gesneden hebt, van die radijsjes in het ijswater te doen. Want ijswater, dat zorgt ervoor dat ze sowieso dubbel fris worden. Maar ook gewoon heel mooi knapperig. Ze gaan een heel klein beetje opkrullen. En ze worden heel, heel mooi knusperig. En wat is dit dan, Ralf? Dit is een rettig. Of een daikonwortel. Als je zo'n ding wel eens hebt zien liggen bij jou thuis, maar je hebt hem nog nooit gegeten, dan moet je toch het een en ander gaan afvragen. We hebben natuurlijk maar een heel klein stukje nodig. Dus als we zo'n stukje eraf snijden zo, en je legt hem terug, dan heeft ze niks in de gaten. Het heeft iets weg van, of het heeft veel weg eigenlijk van radijs. Maar hij is ook wel wat agressiever op een of andere manier. Dus het is wel leuk om deze een heel klein beetje garing te geven. En die garing, die kun je geven of een heel klein beetje hitte, heel kort. Of bijvoorbeeld, zoals ik nu ga doen, in een zoetzuurtje. En als zoetzuurtje, zoetzuur is is azijn, water en suiker, gelijke delen. Maar ik gebruik een sushi azijn. Ja, die is al helemaal op smaak. Dus die gaart hem een klein beetje in die korte periode. Je zou daar nog een klein ijsklontje in kunnen doen. En dan wordt ook die wat knapperiger klaar. Daarbij heb ik zometeen ook nog kant-en-klare salade. Japanse salade, namelijk de wakame. Als je wel een sushi bestelt, dan ken je dit. Hè? Dit is heerlijke zoete, nou ja, zeewiersalade is het. Hè? Dus die komt er straks ook nog bij. Doen we verder niks aan. Ja, snijden we nog een klein beetje peper erheen. Dat soort dingen, kleine dingetjes. Kijk, mijn pandanrijst. Of die gaar is. Hij ruikt fantastisch met die kokosmelk erin. Mooi zacht. Heerlijk. Daar doen wij wat extra kokosroom bij. Nu. En daar gaan wat extra sesamzaadjes bij in. We checken onze saus even. Mocht die nou te snel gaan, zoals nu, dan verplaats je hem gewoon naar een minder heet deel van je barbecue. Of je zet je barbecue gewoon iets zachter, hè? Kan ook. Dat is het mooie van die apparaten. Ja, die smaakjes die gaan er nou heel erg mooi intrekken op dit moment. En hij kookt in, dus dat betekent dat hij geconcentreerder wordt. Die smaken die worden geconcentreerder en heftiger. En hij wordt stroperiger. Dus die helpen de suiker eigenlijk om hem nog stroperiger te maken. En als hij dadelijk afkoelt,
dan is die, dan wordt hij nog dikker. Dus je moet eigenlijk wel een klein beetje die, die balans vinden van wanneer haal je hem eraf. Want als je hem helemaal inkookt, als hij heet is en als hij dan afkoelt, dan krijg je hem niet meer van de pan. Dan moet je hem gewoon uit de pan schrapen. Mooi, dan is het nu tijd voor het garen van de zalm. En dit gaat kort, hè? Minuutje of 8, 10 misschien. We plaatsen hem direct boven het hete deel en je zult zien dat hij ook heel snel zal gaan vlammen. In ieder geval gaan roken. Die onderkant en die zijkanten die gaan een beetje smeulen, die geven die mooie rook. Dan is het ook tijd dat we het deksel dicht gaan doen, zodat we die rook vangen. En zodat hij dus mooi om dat zalmpje heen kan blijven gaan voor die smaak. Dus dat gaat super snel. Heb je een houtskoolgril? Rechtstreeks boven de kooltjes, eerst even tot hij dus die vlammen gaat geven. Daarna zou je hem indirect verder kunnen garen. Ook weer dekseltje erop. Want hij moet natuurlijk niet te heet zijn. Voor de zalm is dat jammer. Maar zeker als je je cederhouten plankje helemaal in de fik zet. Het gaat sneller. Als hij helemaal fikt, dan is hij ook met no time weg. Dus pas op. Ja, die is al heel smeuig, dus dat is fantastisch. En als hij nou te dik wordt, hè, dus te plakkerig, want je moet ook geen behangplaksel hebben. Doe daar gewoon nog een beetje kokosmelk bij. Sowieso is dat voor de smaak goed. Hij is qua structuur is hij nog een klein beetje korrelig en dat komt natuurlijk omdat hij in zo'n handmixertje zit. Dus heb je thuis een blender, een goede blender of keukenmachine, dan zou ik dat toch even daarin doen. Maar ik ben weer te lui om er eentje te pakken. Oh ja, wat trouwens ook nog een goede tip is, als je nou dit een beetje echt lekker wil maken, dan een druppeltje sesamolie ertussendoor. Kan goed, hè? Kijk, dat ziet er al mooi smeuig uit. Snel even kijken bij onze zalm, want het gaat natuurlijk super snel. Kijk eens wat mooi. Er gaat nu alvast eerst een beetje teriyakisaus overheen. Zo, die gaat snel af. Even dicht weer. Ik wil ze nu verplaatsen naar de bovenkant van mijn barbecue. Kijk, dat ceder is mooi aan het smeulen. En nou pakt hij nog mooi eventjes, die bovenkant gaat nou mooi karamelliseren. Die teriyaki saus. Fantastisch. Hema! Top! Zo, ik heb deze goodness. Heb ik niet meer nodig. Kijk, en nou gaat die saus die gaat afkoelen. En dan wordt die al stroperiger. Je ziet nu al wat er gebeurt. En ik weet dat dit echt bokkenheet is. Maar het liefst wil ik hem nou dus proeven. Hè? Ik kan het verrekken, joh. Oh. Oh. Heerlijk. Goed, trek snel even de zooi aan kant. En dan zijn we klaar om het bordje op te maken. Voilà. Twee zalmpjes. We gaan een bordje opmaken, jongens. Het plankje. De zalm. We geven hem wat extra liefde met onze zelfgemaakte kick-ass teriyaki saus. We gaan er wat rode pepertjes overheen die wij nog over hadden. Lenteuitjes niet te vergeten. De geroosterde sesam. De pandan puree. Die is echt heerlijk. Het lijkt wel een ijs. Zo mooi is die. Schitterend. De wakame salade. En daarmee maken we een soort van bruggetje van de zalm naar de puree. Daar gaan onze in sushi-azijn gegaarde daikon of rettig gaat daar tussen. Die gooien we overal een beetje tegenaan tussen. Natuurlijk onze radijsjes. Op de zalm. Zie hoe mooi die opgekruld zijn. Die zijn gewoon heel mooi knapperig geworden. Nog één ding bijna vergeten. Wasabi mayonaise. Ik heb wat die wasabi in tube. Ik heb een heel klein beetje nodig. Dus daar gaat maar een beetje in. Mayo erbij. De bolle kant van de lepel wrijf jij onder op zo'n rond schaaltje. Dat gaat het makkelijkst. En dan wrijf je die wasabi pasta heel makkelijk door die mayo. Doe ik even wat in een spuitzakje. Zo, toch nog even op de valreep, want ik was het bijna vergeten. En je ziet hoe belachelijk snel je een
wasabi mayonaise in elkaar scheidt. Klein puntje eruit snijden. Puntje, puntje, puntje. We zetten gewoon overal wat stippen tussen. Misschien had je het al zien staan. Ik heb hier ook nog wat afilacres. De afilacres, dat zijn de kiemen van de dopertjes. Dopertplantje. Ja, hier is die dan. Mijn zalm teriyaki. Op een cederhouten plankje. Met pandanpuree. En frisse groentjes. Zeewiersalade. Echt waar hoor. Dit ding, zoals gezegd. Meer dan 10 jaar in mijn repertoire. Niet weg te denken. Waarom niet? Check maar eens. Maak die hap. Zacht, romig. Nu de zalm. Oh. Tot volgende week. Leuk dat je de hele video hebt afgekeken. Wil je nou meer van deze video's zien? Overweeg dan om mijn merchandise te kopen, want daarmee ondersteun je dit kanaal, zodat ik deze video's kan blijven maken. Ik heb gave t-shirts, snijplanken, leren schorten. Check maar eens. Helemaal geweldig. Ja, filmpjes zoals bijvoorbeeld deze van vorige week. Deze. En abonneren dat kan, hè. Daarvoor moet je op mijn gezicht drukken. Daar komt-ie.